In deze video laat ik jullie zien wat we allemaal doen in onze productie. We beginnen bij de sorteerafdeling. Hier wordt de kleding afgeleverd door onze chauffeur en ontvangen door de medewerker van de sorteer. De medewerkers sorteren de kleding, keren deze buitenste buiten en controleren op vreemde voorwerpen, zoals bijvoorbeeld achtergebleven haarnetjes of sokken. Zodra de wasbatch klaar is, wordt de documentatie gemaakt en de wasmachine gevuld. In de wasmachine kan wel 80 kilo was. En nu gaan we naar de schone kant. Dit doen we door een andere ingang, omdat het erg belangrijk is om de vuile en schone afdelingen gescheiden te houden. Na het wassen en drogen, volgens onze strengste eisen, wordt de kleding gevouwen en verpakt in een cleanroom. Dit is een ruimte die erg schoon is en constant wordt gemonitord op deeltjes in de lucht, luchtvochtigheid en temperatuur. Dit zorgt ervoor dat de kleding niet vervuild wordt, maar hierdoor is het ook een prettige en koele werkomgeving. Om de kleding te beschermen dragen de medewerkers volledig bedekkende werkkleding. Al onze artikelen hebben een chip. De medewerker van de inpak scant het artikel zodat we kunnen herleiden waar het is geweest en hoe vaak het gewassen is. Hierna wordt de kleding ingepakt in mandjes, kisten of containers. De medewerkers van de CNC-afdeling legen de wasmachine en vullen de drogers in een open ruimte en dragen alleen standaard werkkleding. Dit is het grootste verschil met de strenge productielijnen. Ook op deze afdeling wordt vervolgens de kleding weer gevouwen, verpakt en gescand. De instructies, hoe je het moet verpakken, staan in de computer. Hier wordt de kleding op de juiste route gezet om weer door onze chauffeurs bij de klant geleverd te worden. Doordat onze klanten erg strenge eisen stellen aan onze producten, hebben wij een eigen lab waar we constant de kwaliteit controleren.